Nee, andersom. Andersom. Nee. Hey mensen, welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van Voor de Win. We zitten hier natuurlijk nog steeds met onze nieuwe gasten, Mattie en Raoul. Dus welkom. Wij zijn echt nieuwe gasten. Nieuwe gasten. We zijn echt nieuwe gasten. Van een nieuwe generatie. Nieuwe generatie gasten. Vorige keer hebben wij 4 van 19 gespeeld. En Karee, je hebt van de achterbank meegekeken. Ik vond het heel met Santino en mij. Ik vond dat we nog best goed deden. Jasper Cillessen! Ze verliezen door de kop af van de keeper. De goal van Cillessen, ja, ik ga het niet vergeten helaas. Nee, Cillessen! Ja! Cillessen! Je hebt die hartjes van jou. De tussenstand is nu 2-1 voor Mattie, maar misschien verandert het even van alles vandaag, want ik heb hier de PlayStation VR. Hebben jullie al ervaring met de PlayStation VR? Ik nog niet. Jij? Ik wel. Ja, ik heb in zo'n spookhuis met zo'n autootje erin gereden. Oh, dat is, hoe heet die game? Until Dawn, Rush of Blood. Die hebben we ook hier gespeeld met Joost. Er zit ook nog een heel mooi schrikmoment in trouwens. Prachtig. Maar jij dus helemaal geen ervaring, jij wel? Nee, helemaal niet. Ik ben echt benieuwd. Wie weet. We gaan een challenge doen. De challenge is, we gaan allemaal één keer spelen. We gaan zo meteen teams maken van 2. Allemaal gaan we 3 minuutjes spelen en dan de highscores van de teams optellen. En het team met hoogste highscore natuurlijk die wint. Dus we gaan eerst nog een pre-game challenge doen, want ik zie daar een of andere vraag doosje op de grond staan. Klopt. En degene die dit het snelste doet, deze puzzel het snelst oplost, die mag kiezen met wie die dan in het team dus okay. Haakjes wil. Maar jullie worden wel geblinddoekt, dus dat maakt het weer wat moeilijker. Dit is namelijk niet heel erg lastig. Nou. Oké, wie wil er beginnen? Wie heeft ik wil beginnen. Van, ik wil beginnen. Ja? Oké. Okay. Ah, succes. We gaan wel aftellen. Oké. Okay. Gaat om de snelste tijd. Ja. Oké. Okay. 3. 2, 1, go! Oh, hij heeft meteen de eerste stap. Yo! Ja, hij is gewoon onthouden waar ze allemaal zaten. Ah, inderdaad, ja, ik heb me goed voorbereid. Hoe zit deze? Waar is het? Welke is de hoger? Oh ja, zo. Andersom. Nope. Dat is wel lastig. Ga erin! Nu zijn ze er allemaal weer uit. Ja, ik heb het helemaal onder. Daar, heen verder. Echt veel oh, verder hij onder de helemaal hier. Veel verder onder de boom. Maar pak hem. Hier, wacht. Heb je hem? Ja. Neem mee. Ja, stop de tijd. Ik had, mijn strategie was echt goed. Ik had die vormpjes uit mijn hoofd geleerd waar ze zaten. Ja. Je hebt echt een groter hoofd en ik zicht niet verkan. Oké, ready? 3, 2, 1, go! Oké, okay, ja, ja, ook van geleerd, ook geleerd. Ja. Ja, hoor. Ja. Autisme voor de win! Dus jij mag een teammate kiezen die je in kan zetten. Ik had mijn strategie, ik had wel eens tweede moeten gaan. Ja. Zullen wij in het team? Ik kies Karee. Oké, jij gaat beginnen, Mattie. Hier heb je de... bril. Thank you. Zet hem lekker op. Oké, 3 minuutjes. 3 minuten, hè? Ja, we hebben 3 minuten per persoon, dus 6 minuten per team. En dan worden de highscores bij elkaar opgeteld. Ja. Oké. En dan, let's do it. Ja, let's do it. Oké, 150 lines gaat waarschijnlijk niet lukken. Links. Rechts. Ja, kun je hem even... Mute, hè? Ja. Het grappige is als je heen en weer tikt, hoor je een liedje. Dat is ook leuk. Ja? Ja, dat is echt een leuk spelletje. Oh ja, doe links. Dan heb je Tetris. Nee. Dat dingetje in je oor waar je ook weer je... Lekker bezig. 1 minuutje voorbij. Ja, dit was... Kun je niet holden? Met L1. Kijk, nu staat hij linksboven, dan kun je die weer een keer pakken als je hem nodig hebt. Ik vind een beetje toveren dit. Dat zijn typisch, hè? Kijk, nu ben je lekker aan het bouwen. Als je nu 2 lange hebt, dan heb je gewoon Tetris. Die komt rechts. Dus 1. Oh, we gaan voor de Tetris. Volgens mij komen er dan ook allemaal coole effecten. Hoddel, hoddel. Nee, niet hoddel, ik krijg die andere weer. Ja. Boom, boom. Tetris. Lekker zeg. Dan kan je er nog één krijgen. Ja, wacht maar. Je maakt het gebruik van de quick drop, ik ben trots op je, man. Ja, je hoort het. Oh, je had gaat kunnen hier rollen. Een... Boom! Oké. Lekker! 5000. Damn. 1 minuutje nog. Dan gaan we nog alles wegwerken. En voor de 10.000? Ja, dat kan niet. Juist. Je hebt 20 lines in totaal gekleerd. Als je die 150 wil hebben, dan moet je echt nog even doorspelen. Oh, hij gaat weer voor de Tetris bijna. Nou, nu moet je opschieten. Oh, je hebt bijna 10k. Ga voor de 10.000. Kom op. Nee. Denk niet afgaan. Het is een dollar sign. Oh, je hebt 10.000! Ja, daarom. Dat was even alles of niets. 2, 1 en... Oké, okay. 11.389. Nou, dat is echt goed. Yes! Echt dat, goed dat vind ik nog bad, hoor. Die laatste was goed, hè. Lekker bezig. Alles opofferen. Ja, lekker bezig. Oké, nu ben ik aan de beurt. En dan gaan we onze scores optellen. Niet veel verwachten, jongens. Ik heb hele hoge verwachtingen. Waarom? Omdat jij de enige was die dit had gespeeld van tevoren. Ja. Keetje. Oh, wat ben je nou aan het toveren? Je bent alsof ze aan het bouwen bent in Fortnite. Wat is dit nou weer? Hoe kan je dit zo snel? Voor mij heb jij zitten oefenen. Nee. Oh, je hoort bij mij, dus ik vind het leuk. Hey, let's go, oefenen! Oh, no. Ah, dit is niet perfect, want ik heb nog niet echt... Ja, boeien, doe hem erin. Of ga je... Nee, jij gaat alleen maar perfect, hè? Hoekje. Ik moet het niet te moeilijk maken voor mezelf, nou. Ja, dit is mooi. Shit! Nee, het is goed, het is goed. Het is helemaal niet shit. Ja, ik moet even weer zo'n lange.
Een lange. Goed. Geen Tetris, maar jij. Durf je het risico aan? Ja, doe. Doe. Nee, daar. Ga voor het risico. Nee. Ja, oeh. Ja, maar ik niet nog een keer dubbel. Dit slaat ik nergens op. Ik kom te lang aan. Ja, je ziet rechts, zie dat, hè? Kom op. Boom, baby. Ongekend. Verder ligt er geen druk op ons, Karin. Nee, totaal niet. Nu heb ik wel een probleem. Shit. Nee, ik heb geen probleem. Dat toch... Oh nee, dat is te hoog. Ah, dat is lelijk. Nee. Shit. Dat is te laag. Je had hem kunnen doen. Wat? Oké, dat is een kleine choke. Oh, nou dan. Daar, ja, gewoon. Nou, dit gaat niet heel lekker. Ik vind het gewoon... Nee! Ja, dit is heel... Jee, dit is leuk iets helemaal. Oké, doe hem hier, dan kan ik nog Tetris houden. Ik kan nog Tetris. Ik ben echt veel te hoog aan het bouwen. Ja, ja, maar ik heb nog één nodig weer. Shit! Die lange zijn echt zeldzaam. Dit en mijn score is ook nog niet eens... Oké, ik moet even dit doen. Hoezo? Oh, dan kun je het dichtbouwen. Ja, ik moet even... weg van de boven. Je bouwt wel goed. Nee, helemaal niet. Dat is mooi. Oké. Nee, nee. Nee! Ja! Nee! Ja! Waar zijn de lange? Is hem ook bij... Please! Oh, je had nog geheel toch gekund? Ja, nu langer! Ja, we zijn er langer! Nee! Ik heb maar... Yes! Nee, is lekker! Je bouwde ze, je hebt echt pech gehad. Je bouwde echt mooi. 3636. Je hebt die eerste 3 minuten gehaald. Ik was... Kijk, met tijd. Hoe heb ik de tijd niet gehaald? Echt met 1100ste. Nou ja, wat... Sorry man. Dat was toch de challenge als je dicht hier afgaat bij de 3 minuten? Strafpunten voor het niet halen van de 3 minuten? Nee, ja, het is ja, zeker. Nee. Min 10.000 punten. Shit. Dude, okay. Hoe heb jij zoveel punten gehaald? Nee, ja, weet je. Uit mijn hoofd 5.000. Er staat daar een rekenmachientje. Die hebben wij natuurlijk niet nodig, want ze zijn echt goed. Hebben we 15.000 en 85 punten. Oké, dan hoor jouw beurt. You got this. You got this, man. Ik was te greedy net, man. Mattie, sorry. Nee, jij geef niet. Ik heb het gevoel greedy, dat het alsnog niet helemaal in gevaar komt. Maar dit gaat ook al hard, hoor. Ja, hoe heb ik maar... What happened? Je hebt eigenlijk niks gekleerd, zowat. Je hebt maar 8 lijns gekleerd, ofzo. Te greedy. Maar Roel, weet je hoe je moet bouwen? Ja, nou, dit gaat ook dikke primo, hoor. Oh, dat is toch slim, deze man. Nou, maar dit deed ik dus ook. Nee. En toen kwam er maar geen lange. Lange! Oh. Hoppa! Een skidder! Hij heeft al 1600. Oh, Tetris is ook 3, maar niet die boom Tetris. Oh, hij heeft al 2000. Nee, Tetris is 4. Ja, ja, maar er stond Tetris aan 3, maar als je 4 dan komt er zo'n knal. Boom Tetris. Even een boom Tetris. Lekker liedje, hoor. Zie, hij zit er helemaal in. Mondje open, lekker hoor. Hij zit helemaal in. Oh, interessant. Interessante keuze, hoor. Ja, interessante stijlkeuze. Shit. Nou, hij is op de helft als je nu die lange krijgt, dan is het boom. En dan word je greedy. Nou, oh, die had je mooi 2 kunnen draaien. Ja, shit! Ah, hij heeft al 3 minuten. Oh! Hij is over mijn score heen. 1 minuutje nog. Hij choked. Rechts. Hij choked. Wat? Slim. Ja, slim. No! Nice. Ah. 63. Maar stel je voor dat wij deze video winnen, dat is ook niet 7. Leuk. Dat is spanning eruit. Je moet er wel. Ik heb het expres gedaan natuurlijk. Zo, dat gaat lekker. No! Hij gaat echt over je heen. Hij gaat, dat is, lijkt me wel duidelijk, ja. Of hij choke nu heel erg. Nee, hij kan niet choken. Hij gaat hem uitfietsen. Hij gaat hem helemaal... Nou. Nou. Oh, hij is over je heen. Nog 4 seconden. 3, 2, 1. Stop. Hoppa! Zo doe je dat. Zo doe je dat. Nicely lekker. Done. Bullshit. Yeah. Shit. Het voelt goed om in het winnende team te zitten. En nu moeten we het gewoon volhouden. Jij moet ook nog. Je moet gewoon heel rustig doen, want we moeten dit... 3000. Ja, ik kan het niet rustig. Ik ben echt een stresskip als dit soort dingen aankomt. De score die je moet halen is 3067. Oh, dat wilde ik niet. Nou, had je hoofd uitgelegd? Nee, maar nu kan je hem naar rechts doen en dan kan je hem helemaal draaien, toch? Nou, impressive. Andersom. Nee, andersom. Andersom. Nee. Die kan helemaal rechts. Al die dingen, man. Wow. Oh, blijf kijken. Wow, sorry. Nee, wat was daar? Kijk nog even. Ja? Die kan helemaal rechts.
Helemaal rechts? Ja, ja, ja. Nee, in het midden. Hier. Ja. Helemaal links kan die. 1 minuut nog. Die moet je naar onder en op het laatste naar links doen. Het kan ook nog iets holden. Nee, op de twee kant. Ja, helemaal rechts. Je moet er nog 1200 halen in 8 seconden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou! Hey, lekker. Lekker dit! Nice! Yes! Ik zei dat ik slecht was. Wat zei je? Je wilde toch bij het winnende team zitten een keer? Nee, dat zei je net ook nog. Oké, nou, we hebben het net gered. Want wij hadden 15.085 punten. Jullie hadden 13.871 punten. Dus. Helaas. Mattie, deze aflevering is ook voor jou. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jammer dat Mattie niet alleen zelf ja. Nee, dat is waar. Nee, klappen. In ieder geval, vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Als jullie dat nog niet gedaan hebben, klik ook het belletje aan. Voor de notificaties. En dan zien jullie gewoon weer in de volgende video. Bye! Gaan we Fortnite doen eindelijk. Hey!